Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje, filmpje nummer 2 van de Beauty SOS serie. En vandaag gaan we het hebben over foundation. Eigenlijk alles over hoe je moet je gelaat een mooi egalkleurtje geven, welke foundation je kiest, welke kleur je kiest en hoe je dat nu het beste aanbrengt. Je hebt al geleerd in het vorige filmpje welk huidtype je hebt. Als je dat weet, dan kan je van daaruit beginnen een foundation te kiezen. Als je een droge huid hebt, dan kies je best voor lichte, luchtige foundations. Beetje van die glowy foundations. Als je een vette huid hebt, dan kan je kiezen voor matterende foundations. Dat zijn de meer dikkere, die meer een laagje leggen op je huid, die je huid mat maken. Als je een gemengde huid hebt, kan je voor een mix van die twee gaan. Je kan foundations kant en klaar kopen, maar je kan ook kleuren mengen, je kan texturen mengen. Dat is afhankelijk van hoe je zelf wil. Belangrijk is ook dat je weet welke ondertoon je hebt. Heb je een koele ondertoon, heb je een warme ondertoon of heb je een neutrale ondertoon? Het makkelijkst daarvoor is om te weten of je een koel of een warm type bent. Dat is eigenlijk totaal niet moeilijk. Als je zilver naast je houdt, als je het mooiste staat met zilver, dan ben je een koel type. Sta je het mooiste met goud, dan ben je een warm type. Past het je alle twee wel, dan ben je eerder neutraal. Als je dat weet, kan je beginnen met je foundation te kiezen. Ook elk gamma heeft meestal een heel resum kleuren, van licht naar donker. Ik zie heel veel mensen met de verkeerde kleur foundation. Is het te donker, zie je eruit als Oompa Loompa. Is het te bleek, dan zie je eruit als een spook. Maar hoe weet je nu het beste welke kleur bij jou past? Als je naar de winkel gaat, ga dan zonder make-up. Gewoon je naked face. Het mooiste, het natuurlijkste. Ga zo naar de winkel. Twijfel je tussen kleuren? Foundation test je niet op je hand, test je niet op je pols. Foundation test je op je gezicht. Je maakt 3 streepjes, dus je zoekt 3 kleuren uit waarvan je denkt van deze passen mij het beste. Je zet van elke kleur een streepje van je gezicht naar je nek, van je gezicht naar je nek, van je gezicht naar je nek. De kleur die je het minst ziet of die het mooiste in je eigen huidskleur samensmelt, dat is de kleur die jij moet hebben. Is de kleur lichter, is de kleur donkerder, dan is het niet juist. Je neemt altijd de kleur die het best bij jou past. Foundations zijn er in tal van verschillende formules. Je hebt een getinte dagcrème, je hebt een BB-crème, je hebt een CC-crème, je hebt een glowy foundation, je hebt een matterende foundation. Alles hangt af van je huidtype of je persoonlijke voorkeur. Ikzelf heb een droge huid, dus ik kies altijd meer voor de lichtere, luchtigere foundations, BB-crèmes, CC-crèmes enzovoort. Ik ga zelden voor een hele matte finish. Ik doe het zeker wel, maar zelden. En dan zorg ik ervoor dat mijn huid extra goed gehydrateerd is. Ik ga jullie mijn foundations tonen die ik hier heb. Die ik persoonlijk, iemand met een droge huid, persoonlijk het liefste gebruik. En dat is als eerste de Fit Me Foundation van Maybelline. Dat is de Luminous and Smooth. Het woord zegt het al, luminous. Ik wil zeggen dat het een beetje licht weerkaatst en smooth is dat het zacht wordt of dat je huid er gezond, glanzend, zacht zal uitzien. Ik ben ook heel grote fan van deze budgetproducten van Garnier. Dat is de BB crème, de klassiek. En dan heb je nog de BB crème Miracle Skin Perfector. Deze zijn 10 euro per stuk, heel heel budget. Ze zijn verkrijgbaar in een lichte, in een light variant en in een medium variant, afhankelijk voor de lichtere huidtypes of afhankelijk voor de donkere huidtypes. Misschien moet ik er ook nog bij zeggen, je kan je eigenlijk opdelen in een lichte huidtype, medium huidtype of een donkere huidtype. Als je dat ook weet, kan je ook te werk gaan met de juiste foundations. Ik zit meestal in een medium. Ik ben een medium skin tone. Ik ben geen porselein. Dat is allemaal veel te bleek. Ik moet altijd in de medium skin tone range blijven. Bon. Ook al de foundations die ik heb, zijn hier warme medium kleuren. Deze is heel heel glowy. Is heel doorschijnend eigenlijk wel, maar je kan hem opbouwen. Deze is iets meer matterend en hij blijft ook heel lang zitten.
Dat vind ik perfect en deze zijn budget en gebruik ik heel heel graag. Nog een foundation die ik heel graag gebruik en die ik al verschillende keren opnieuw aangekocht heb, is de Lancôme Teint Miracle. Dat is deze Bare Skin Foundation. Daar hou ik het meeste van, dat het niet lijkt alsof je een hele laag hebt op je gezicht. Die gebruik ik heel graag, al zit er hier wel alcohol in, iets wat ik niet zo graag gebruik in gezichtsproducten. Maar bon, ik gebruik hem dan ook niet op dagelijkse basis. Wat ik laatst ontdekt heb, is de It Cosmetics CC Creams, de Color Correcting Full Coverage Cream en de Illuminating variant. Deze zijn heel dekkend, maar zijn toch nog luchtdoorlatend. Ze zijn ook matterend. En dan heb je de Illuminating variant, die iets minder matterend is en toch je huid nog heel goed laat ademen. Een CC-crème is color correcting. En dat wil zeggen, als je last hebt van roodheden, zoals bij mij, kan je zien, ik heb hier rood, ik heb op mijn wangen rood, ik heb hier rood en ik heb ook enkele pigmentvlekjes. Ik moet ze nu zelf zoeken, maar ik heb er wel. Dat zorgt ervoor dat alles van eerste keer verdwijnt, dat je daar niks meer van ziet. En dan heb je eigenlijk een perfecte canvas om op te schilderen. Mijn aller favoriete foundation is eigenlijk ook een BB cream van Jane Iredale. Dat is een dat is een mineraal make-up merk. Hier zitten niks van schadelijke stoffen in, geen alcohol, geen ik weet niet wat nog allemaal. Deze is puur natuur, enkel minerale producten. Dit is een full coverage mineral BB cream. Deze kan je aanbrengen heel licht, heel luchtig. Breng je verschillende laagjes aan, dan is die uiteraard heel, heel dekkend. Ik vind die zo, zo fijn. Ik heb vorig jaar enkel alleen maar dat gebruikt. En ja, ik vind hem geweldig. Je kan op de website zoeken welke er het beste bij jou past. En er bestaat ook de Foundation Finder daar. Als je nu bijvoorbeeld weet van ik gebruik die foundation, dan kan je dat daar intikken. En dan zoekt die machine zelf welke foundations van verschillende merken er het best bij jou passen. Dus dat is heel, heel handig. Je kan foundation aanbrengen met je vingers. Je kan foundation aanbrengen met... Je kan foundation aanbrengen met een beauty blender. Dat maak je altijd nat voordat je het gebruikt. Je houdt dat onder de kraan. Je knijpt hem uit en dan breng je je foundation aan. Ik merk dat als je dit gebruikt, dat je echt wel full coverage hebt. Dat je dan een hele dekkende laag op je gelaat hebt. Ik persoonlijk breng hem het liefste aan met zo'n kwast. Dat is een plat afgesneden kwast, zoals je kan zien, plat afgesneden. Het waait een beetje uit naar de buitenkant. Ik gebruik dat het liefst om foundation aan te brengen. We gaan dat nu samen doen en mijn laatste nieuwe aanwinst is deze Dior Backstage Face & Body Foundation. Deze ziet er zo uit. Ik heb de kleur gekocht op de hok. Op het eerste zicht zag hij er net iets te donker uit, maar we'll see, said the blind man. En we gaan eraan beginnen. Deze Backstage Foundation zou zweetproof en waterproof zijn, dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. En hoe breng je nu foundation aan? Je brengt er een beetje aan op je hand. Niet te veel. Begin eerst met weinig en start dan met meer als je wilt. Ik doe dat. Je gaat daar met je kwast in. En je zorgt dat alle haren van je kwast bedekt zijn met foundation. En je begint altijd in het midden van je gezicht. Zodat je kan uitblenden naar buiten toe. Ik begin altijd met mijn neus. En ik doe in kleine, korte bewegingen. Als je zo wrijft, dan krijg je van die strepen op je gezicht. Dus daarom, ik doe altijd van die korte, deppende bewegingen. Belangrijk is dat je zeker ook je haargrens meeneemt tot aan je oren. En het heel belangrijkste is dat je je nek ook meeneemt, zodat je niet hier stopt, want dat kan je heel goed zien. Je zorgt altijd dat je je foundation meeneemt
naar je nek toe. Ik ga nu een keer één kant doen en dan kan je zien wat het effect, welk effect het eigenlijk geeft. Niet hetzelfde, schat. Je had direct bijna hetzelfde, maar je had direct zien dat het niet hetzelfde is. Ook heel goed in je haargrens, zodat er geen stoppende lijn is in feite. Mam, dat lijkt mij uit. Ja, hè? Ja, maar ik heb daar zo'n babbeltje in. Voilà, dus je kan zien, ik heb hier foundation aangebracht en hier heb ik niks aan. Je ziet, het is een groot verschil. Hier is alles meer egaler en hier is alles rood en ja, niet zo egaal. Ik ga uiteraard hetzelfde doen aan de andere kant van mijn gezicht. Eerst te zeggen, ben ik heel content met die foundation. Hij is heel luchtig, heel licht, makkelijk om aan te brengen. En nu doen we de andere kant. Nodig om de immuniteit tegen het coronavirus nog groter te maken. De dat heeft eigenlijk veel verschil. Want Johan is een beetje meer rood en dat is een beetje meer licht. Voilà, de foundation zit erop. Nu zie je dat je huid één egaal kleur heeft. Je kan, als je wil dat de foundation extra lang blijft zitten, kan je afpoederen. Dat hoeft niet. Mensen met een droge huid hoeven dat niet altijd te doen. Mensen met een vettere huid kunnen dat misschien wel doen. Het zorgt ervoor dat je minder blinkt en dat alles veel langer blijft zitten. Wat ik zeker ook niet mag vergeten te zeggen is, als je afpoedert kan je er later niet meer op met een crème blush, een crème bronzer of een crème oogschaduwproduct. Dus hou dat zeker in je achterhoofd. Als je van plan bent om nog crème producten op je gezicht aan te brengen, dan wacht je met afpoederen en doe je het meteen na de foundation. Als je een crème gebruikt na een poeder, dan wrijft dat niet mooi open. Dan krijg je een beetje een crumbly effect en dat wil je dus vermijden. Maar daarover meer in volgend filmpje. Ik gebruik heel graag de Rimmel Stay Matte Powder, maar ik breng dat niet aan over heel mijn gezicht. Ik heb de kleur Translucent en ik gebruik daarvoor een grote, dikke, ronde kwast om dat aan te brengen. Je gaat in je poeder en je draait een keer rond. Schud een beetje af en ik breng dat altijd hier aan, in het midden van mijn hoofd, op mijn kin. Dat is het deel die achter een mondmasker zit en dan durft het wel sneller een beetje afgaan. Nu zou deze foundation zweetproof, waterproof zijn, dus daar ben ik wel super benieuwd naar of dat die ook effectief heel goed werkt onder een mondmasker. Dus nu is je gezicht eigenlijk klaar. Als je wil kan je helemaal afpoederen, dat heb ik gezegd, maar ik laat het zo. Voor vandaag ga ik het houden bij dit. Je gezicht is één kleur en nu kan je beginnen met je andere make-up erop aan te brengen. Je zal zien, natuurlijke huid heeft sowieso schaduwen, dieptes enzovoort. Nu ziet je huid er helemaal egaal uit, allemaal één kleur en dat ziet er niet natuurlijk uit. Daarom moet je nog enkele andere stappen aanbrengen, maar dat is voor een volgend filmpje. Indien je wenst, kan je nu al met een setting spray sprayen. Ik doe dat niet. Ik doe dat pas op het laatste. Ik ga over heel mijn make-up met een spray, zodat alles mooi samenblendt en samensmelt. De foundation zit erop, de poeder zit erop en dan is ons gezicht eigenlijk klaar om de volgende stappen te doen. Dat ga ik nog niet vandaag tonen, daarvoor komt er een derde serie. En dan hoop ik dat jullie heel veel gehad hebben aan dit filmpje. Probeer het zelf ook een keer uit. Koop de juiste foundation, koop de juiste formule voor jouw gezicht. En dan kan je al een heel stuk verder gaan in een hele mooie make-up. Dan zou ik graag hebben dat jullie liken, abonneren, meldingen inschakelen, een reactie achterlaten. En dan zie ik jullie volgende keer terug. Bedankt om te kijken.
Doei!